Wil je net als wij met 3D-printen aan de slag, maar weet je niet welke printer je moet kiezen? Wij hebben er 3 kritisch voor je met elkaar vergeleken. Omdat er al genoeg video's zijn waarmee je laat zien wat je er allemaal mee kunt printen en hoe je die dingen in elkaar zet, gaan we in deze review uitsluitend in op de voor- en nadelen. We testen de Anet A8, de Anet E10 en de Creality CR10. 3 zeer populaire printers met een aanschafprijs variërend van 125 tot 325 euro. Beginnen we met de belangrijkste specificaties. Zoals je ziet hebben de 3D-printers allen een verschillend werkbereik. De Anet A8 is verreweg de kleinste printer in deze vergelijking. De Anet E10 heeft een fors groter werkbereik met een wat afwijkende bedverhouding. En de Creality CR10 heeft het grootste werkbereik van maar liefst 300 x 300 x 400 mm. Het frame van de Anet A8 is gemaakt van acryl. Het frame van de E10 en de CR10 bestaat uit 20-20 aluminium profielen, waarbij de CR10 profielen van een betere kwaliteit zijn en tevens zijn voorzien van een V-groef. De E10 heeft rechte groeven, waarbij er wel gezegd moet worden dat er gebruik gemaakt wordt van de correcte wielen voor een dergelijk profiel. Een ander belangrijk verschil is dat de Anet A8 is voorzien van een direct extruder. Dat betekent dat de motor die het printmateriaal aanvoert op de kop zelf zit en daarmee de kop een stuk zwaarder maakt. Dat gaat minimaal ten koste van de printsnelheid. De E10 en de CR10 zijn beide voorzien van een Bowden extruder, waarbij deze motor op het frame zelf gemonteerd is en het printmateriaal door een kunststofleiding naar de kop gevoerd wordt. Alle printers zijn voorzien van een verwarmd bed. Bij alle printers is het bed gemaakt van aluminium met een verwarmingslaag aan de onderzijde. Alleen bij de CR10 wordt een glasplaat en 4 klemmen bijgeleverd. Printen op een glasplaat is vaak nauwkeuriger en zorgt voor een gladder resultaat daar waar het kunststof op het bed plakt. Alle printers beschikken over 1 spuitmond met een diameter van 0,4 mm. Alle geteste exemplaren printen na correct monteren en afstellen behoorlijk nauwkeurig. Ik heb in de printresultaten geen significante verschillen kunnen ontdekken, al wijken de fabriekspecificaties onderling wel licht af. Alle printers beschikken over een micro SD-kaartslot voor offline printen. Dat wil zeggen dat je op een PC of Mac met Cura of vergelijkbare software je ontwerp geschikt maakt voor printen, het bestand naar de SD-kaart kopieert en deze vervolgens in de 3D-printer kunt stoppen om zo los van je PC te kunnen printen. Micro SD is echter niet bepaald het geschikte formaat voor dergelijke acties. Ik raad je dan ook aan om een micro SD naar SD-adapterkabel te kopen. De link naar deze adapter vind je in de omschrijving van deze video. De CR10 is verreweg de snelste printer, gevolgd door de E10 en tot slot de Anet A8. Alle printers zijn in principe geschikt voor dezelfde materiaalsoorten met een diameter van 1,75 mm. Het meest gebruikte materiaal is PLA, er wordt echter ook veel ABS geprint. Hiervoor is temperatuur een belangrijke factor en moet je bij alle 3D-printers minimaal je bed isoleren en een behuizing om je printer plaatsen om de temperatuur constant op niveau te houden. Alle printers beschikken over een 12 volt netvoeding. De Anet A8 wordt geleverd als een bouwpakket. Vrijwel alle onderdelen zijn ongemonteerd en om het ding in elkaar te zetten ben je zo een dagje zoet. Bekijk ook even onze Anet A8 review voor meer informatie. De printer is verder van redelijk goede kwaliteit, zeker voor de prijs die je ervoor betaalt. Als de printer in elkaar zit, kan je beginnen met printen van een van de vele constructieverbeteringen die voor deze printer beschikbaar zijn op de website thingiverse.com. Ik raad tevens aan de printer te voorzien van een aantal verbeteringen in het elektrisch circuit, zoals een relais voor het verwarmde bed en een hoofdschakelaar. Ook is het raadzaam het frame te verstevigen. De Anet E10 is grotendeels voorgemonteerd en zou theoretisch in een 3 kwartier klaar moeten zijn voor printen. Dat valt echter vies tegen, want de printer is gewoonweg slecht voorgemonteerd. Er klopt bovendien weinig van het bijgeleverde vodje dat men de gebruiksaanwijzing noemt. Zo zijn onder andere de beide Z-asmotoren verkeerd gemonteerd en die moeten dan ook losgeschroefd en een kwartslag gedraaid worden, zodat de kabels richting de achterzijde wijzen. Verder zit zo'n beetje iedere schroef die vast had moeten zitten simpelweg los en moet je de printkop opnieuw monteren omdat die er al bijna afvalt. De printkop is ook verkeerd ontworpen, want de 3 wielen zijn niet in een perfecte driehoek geplaatst, maar het onderste wiel bevindt zich ver uit het midden, wat eigenlijk een 100% correcte montage onmogelijk maakt. Met een derde hand lukt het echter wel om de kop redelijk solide vast te maken.
Het elektrisch circuit is vrijwel identiek aan dat van de Anet A8. Ook hier ontbreekt de relais voor het verwarmde bed en lopen die ampères dus gewoon direct door het lichte moederbordje. Wel beschikt het elektrisch circuit over een redelijke behuizing en een hoofdschakelaar. De besturingsunit en de printkopfans maken echter wel redelijk veel herrie, dus de printer in de woonkamer plaatsen lijkt me niet een heel goed idee. Veel onderdelen van de E10 zijn 3D geprint en missen het afwerkingsniveau van gegoten kunststofonderdelen. Niet per se een minpunt, maar het ziet er wel minder gelikt uit. De Creality CR10 wordt vrijwel geheel voorgemonteerd geleverd en is vakkundig in elkaar gezet. Je hoeft eigenlijk alleen de Z-as op de Y-as te plaatsen en vast te schroeven. De printer kan in 30 minuten klaar zijn voor je eerste print. Ook de CR10 is voorzien van een losse behuizing voor het elektrisch circuit. In de CR10 is echter wel een MOSFET geplaatst, die werkt als een relais waarmee de stroom van de voeding direct naar het verwarmde bed gestuurd wordt. Hierbij schakelt het moederbord dus uitsluitend het bed, zonder dat de stroom door het moederbord loopt. Een veel betere en vooral veilige oplossing. Wat bij de CR10 direct opvalt is het enorme werkbereik zonder dat de printer een gigantisch object wordt. De printer kan theoretisch een blok van 30 bij 30 met een hoogte van maar liefst 40 cm printen. De printer is verder prima afgewerkt en het ontwerp is goed doordacht. Voor wat betreft de constructie heeft de CR10 dan ook direct onze voorkeur. Wel maken de fans van de printer veel lawaai en ook hier maak je met printen in de woonkamer vast geen vrienden. Uiteraard hebben we de afgelopen weken diverse objecten geprint met alle drie de printers. Wat opvalt is dat alle printers vrijwel identieke resultaten behalen. De prints zien er in alle gevallen prima uit. De resultaten zijn strak en indrukwekkend. De verschillen zitten dan ook vooral in de hoeveelheid werk eromheen. Voordat je aan de slag kunt met de Anet A8 ben je aanmerkelijk langer bezig. Ook moet je diverse modificaties printen en doorvoeren om de printer op lange termijn in goede staat te houden. Hetzelfde geldt in iets mindere mate ook voor de E10. Ik adviseer bij de E10 het elektrisch circuit en de printkopconstructie aan te passen. Vooral de printkop is een wanko geheel dat echter wel vrij goed en goedkoop aangepast kan worden. Eigenlijk is de keuze vrij simpel. Wil je goed en goedkoop printen en vind je het niet erg om een beetje te knutselen, dan koop je voor nog geen 125 euro de Anet A8. Echt een hele leuke printer met supermooie resultaten voor een bodemprijs. Hou je van een gokje en vind je groen een geweldige kleur, dan koop je de Anet E10. Het is eenmaal correct gemonteerd echt geen slechte printer, maar zelfs de onlangs verlaagde prijs van 225 euro verantwoordt naar mijn mening niet wat je voor terugkrijgt. Anet heeft de CR10 willen kopiëren, maar is daar slechts voor een klein deel in geslaagd. Afblijven is mijn advies. Kan je 325 euro missen en wil je een goede 3D-printer met een fantastisch werkbereik? Dan koop je de CR10. Ik zou zeggen gewoon nu bestellen, want daarmee koop je absoluut geen kat in de zak. In de omschrijving van deze video vind je diverse links naar deze printers en informatie over eventuele verbeteringen en uitbreidingen. Wij danken Gearbest voor het beschikbaar stellen van 2 van de 3 printers. Ik hoop dat deze vergelijking je heeft geholpen bij het maken van een keuze. Vind je deze video leuk? Druk dan even het duimpje omhoog. Vind je het helemaal niks? Dan lijkt die andere duim ook te werken. En wil je geen enkele review meer missen? Abonneer je dan op ons kanaal. Mocht je wat aanschaffen? Doe dat dan via de links in de omschrijving, want daarmee ondersteun je ons bij het maken van de volgende reviews. Tot de volgende!